Yo mensen, Jaraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe video hier op mijn kanaal, Jaraski Gaming. Het is vandaag de prachtige zondag en wij zitten weer op Call of Duty Infinite Warfare. En wat wij gaan doen, het heeft even een kleine uitleg nodig, want we spelen sowieso free-for-all op map Terminal. Tweede map die we gaan krijgen weet ik natuurlijk nog niet, want ja, dat kan ik nog niet weten, want ik kan niet in de toekomst kijken helaas. Maar wat wij gaan proberen om te doen, is we gaan proberen om onze filter te halen. Want wat ik op mijn filter heb gezet, is de ability... Dat hij niet achter mij aanvliegt, wat natuurlijk de Vulture normaal gesproken altijd doet. Maar dat hij gewoon op een gebied, waarschijnlijk het gebied waar ik hem inroep, gewoon gaat patrouilleren. Dus als ik hem op een slimme plek inroep, dan gaat hij die plek gewoon onder zijn controle houden. En gaat hij die plek gewoon keihard domineren. Dus we gaan eens even kijken of dat een beetje chill is. Dat is natuurlijk een score streak variant die jij erop kan zetten. Hoef je er niet op te zetten overigens. En ik hoop dat het een beetje chill is, zo makkelijk is het. Hij zit er in de cockpit, jongen. Oh my god, je bent echt de slechtste camper die ik ooit heb gezien. Kut, ik was er de Sjaak, jongen. Ik heb wel mijn vultje gehaald, dus moet ik nu even een slimme plek vinden om natuurlijk in te roepen. Maar ja, wat is een slimme plek? Zit ik daar nou echt nog steeds achterin? Zit hij hier of niet? Hij is al dood. Jij weet maar nooit door met campertjes. Je moet het altijd even checken, want zometeen is hij nog niet dood. En dan killt hij jou natuurlijk gewoon keihard. En dat is nou net hetgene... Was je niet, ik roep hem hierin. Oké, Vulture die... Oh, hij gaat gewoon door de hele map vliegen, joh. Oh lol, dat wist ik ook niet. Dat die dat gaat gewoon door de map heen vliegen. Die gaat gewoon enemies zoeken. Oh, dat is wel echt geniaal. Maar hij is wel al kapot. Het is super geniaal, jongens, die Vulture. Maar hij is gewoon nu al kapot. Het was te proberen, hè. Daar komt het op neer. Die vet zit weer hier te campen, hoor. Let op. Kut killsteal. Ik gebruik hem weer met de X-Eon. Voor de mensen die het graag willen weten. En dat wapen kan mega goed. Maar ik heb mega goed hipfire. Daarom is dat richtpunt ook rond. In plaats van dat het natuurlijk vier streepjes heeft. En je kan dus eigenlijk helemaal naar de andere kant van de map. Als je dat zou willen. Kan je gewoon iemand hipfire en killen. Dus het is echt een geniaal wapen om te gebruiken. En het werkt ook, moet ik zeggen, best wel heel erg goed. En daar... Oh, zag ik hem campen? En daar gaat het natuurlijk omdat het goed werkt. Komt er nog een naar boven. Of hij komt in mijn rug. Hij komt... Ah, killsteal, kut. Wajo. Ja, lekker bezig, man. Oké, mijn vultje weer. Dan roepen we hem weer in. Niet doen met die kutscarab van je, jongen. Ik ben bijna out of ammo, dus ik moet heel veel opletten. Oké, die vultje vliegen we door de map heen, maar waar vliegt hij naartoe? Dat is de goede vraag, als ik eerlijk ben. En hoe ver vliegt dat ding? Dat ding gaat gewoon helemaal naar de andere kant van de map, hè? Als ik eerlijk was, had ik niet verwacht dat hij helemaal naar de andere kant van de map zou gaan. Maar hij vliegt echt gewoon letterlijk hele rondjes door die map heen. Dus hij zoekt echt gewoon die vijanden als het ware op, kutcamper. Maar hij heeft er nog één gevonden. Oh, hij zit onder me. Oké, ik moet even kijken, want ik moet eigenlijk reloaden nu. Dat is zo gebeurd. Dit is een light machine gun auger. Alleen dat ding voor een light machine gun reload zo snel, jongen. Even allemaal scoresjes inroepen. Even zonder grap, heeft die Vulture nou al iets gedaan of hoe zit het? Vulture, je vliegt wel leuk door de map heen. Maar het is natuurlijk ook de bedoeling dat je iemand killt, ouwe. What the fuck, dat ding doet helemaal niks, jongen. Ongelooflijk, man. Nou ja, het was te proberen, jongens. We hebben wel een mooie 16 killstreak neergezet. Dus dat is wel lekker, natuurlijk. Allemaal wapens van de grond afgepakt. Altijd goed. Altijd lekker. Maar wat we gaan doen, is we gaan wel door naar game 2. Er staat letterlijk bij die Vulture Guard Dog. Een langzamere bewegende Vulture. Dat door de map heen gaat zoeken naar vijanden. In plaats van dat hij mij zelf volgt. Maar hij doet letterlijk helemaal niks.
Hier gaan we dan, jongens. In natuurlijk het tweede potje. Als het goed is, moet er iemand op deze trap staan. Ja, jongen. Het spijt me zeer, hoor. Maar ja, hey, als je het weet, dan moet je die persoon natuurlijk ook gewoon killen. Ik heb bij de way ook, en dat zijn jullie misschien al gewoon achtergekomen, een camo aanstaan waarbij elke keer als ik een iemand kill zonder dood te gaan, dan komt er een bloedspetter op mijn wapen bij. Dus op een gegeven moment als ik echt op een harde streak ga, dan zit mijn hele wapen gewoon vol met bloed. Het is wel lastig om natuurlijk zo'n hoge streak te halen. Maar hey, oh kut, die staat er achterin, jongen. Maar hey, wij gaan het gewoon doen. Hij zit hier nu, als het goed is. Ja, zie je wel, payback, jongen. Ik herken het echt wel, hoor, dat je daar zit. Helaas voor jou. Zo, jongen, die gozer, ik zag hem aankomen. En ik raakte hem al, omdat het wapen zo goed kan hipfiren. Ik heb hem ook al geraakt nu. Zal hij doorlopen? Hij loopt ook door. Dat is dus niet slim om te doen. Als je bent geraakt en je weet dat die vijand best wel ver weg zit, zoals ik dus nu zat bij die vijand, dan is het handigste om gewoon of achter dat muurtje blijven schuilen, of de andere kant op te rennen. Want hoe dan ook, weer daar meer tijd mee, waardoor je de helft die je bent kwijtgeraakt misschien wel weer terug kan krijgen in die tijd. Dat is eigenlijk alles waar het om gaat. Gewoon de helft die je bent kwijtgeraakt, kutzooi, weer terug te krijgen. Dit is wel een moeilijke potje, moet ik toegeven. Ja, waar zit die boven? Let een beetje op mijn geluid op dit moment. Want die vijanden pushen mij hard. Ah, shit, jongen. Ik werd helemaal ingesloten daar. Als ik ze kan horen aankomen lopen, dan is het natuurlijk super, super fijn. Maar deze mensen zaten best wel hard op te letten hier, joh. Dankjewel dat ik kan infiren, game. Thank you very much, want daardoor heb ik het niet overleefd. Ik moet even wat meer van positie gaan veranderen, man. Ik zit te veel en te lang op één plek. En dat werkt hier niet tegen deze vijandjes. Ik moet niet te lang op één plek blijven, dat gaat fout hier. Volgens mij zit er één in mijn rug. Hij komt hier, let op. Oké, ik heb een Vulture weer. Nou, Vulture, doe wat. Daar ging het om. Ah, Vulture, doe nou wat! What the fuck? Je vliegt er langs! Nou ja, ik zweer het je. Dat is toch niet normaal? Daar roep ik zo'n poepding toch niet voor in, joh. Dit is zo lekker dat je kan hitfire, ik zweer het je. Er staat letterlijk bij dat in plaats van dat hij achter me aan gaat vliegen, hij... Kill dan! Je hebt... Oh, hij heeft een kill gemaakt! Oh my god, het is een wonder. Het is een fucking... Echt, hij heeft nog een kill gemaakt. Hij doet het wel, ja. Kijk. Hij doet het wel. Hij heeft er alleen niet zo heel veel zin in. Oh, kut. Shit, ik was mijn scores aan het inroepen. Ik had hem nog wel geraakt, hoor. Ja, helaas niet genoeg natuurlijk om hem nog te kunnen killen. Wat verder niet erg is. Wat verder niet erg is. Oh, mijn drone is online. Oeps. Nou, dan roepen we toch een nieuwe in. Hij zit links van me. Kut, hij is achter me aangegaan. Wacht even. Zit hij hier rechts nu? Ja. Ah, in mijn rug ook. Shit, ja, die had ik niet gehoord. Ik wist wel dat die gozer precies daar stond. Maar ja, als je dan in je rug wordt gepakt, dan is het natuurlijk gewoon einde verhaal. Echt, dat ding dat vliegt door die hele map in, hè, die Vulture. Dat ding moet, als het goed is, zoveel mensen tegenkomen. En als... Oh, hij heeft een kill! Hij heeft de final kill! Yay! Nou, waar het op neerkomt, is de scorestreak variant op de Vulture, de Dragonfly, werkt wel. Alleen alsnog is het niet zo fijn, want ten eerste wordt hij heel snel uit de lucht geschoten, ten tweede vliegt hij heel langzaam rond, en ten derde pakt hij echt zo weinig kills, dat is niet normaal. Dus je kan beter iets anders gebruiken, dat is mijn enige tip die ik kan geven, maar we hebben wel gewoon lekker 2-3 vooral postjes gewonnen. Daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om. Dus mensen... Mocht jullie hebben genoten van deze video, ram natuurlijk zo'n subscribe op like. Nog bedankt allemaal voor het kijken. Bedankt natuurlijk allemaal voor de support. En hopelijk ook weer tot de volgende keer. Bye bye, mensen.